Annemarie Martens bij ons, fotografe, inderdaad. Burgemeester Lippens, zeer, zeer, zeer goed gekend, hè? Ja, natuurlijk. Het was wel mijn favoriet, hoor. Van heel de gemeenteraad. Het is een icoon van Knokke Heist, hè. Je verdient echt een standbeeld. Daar wil ik dan nog een foto naast hebben. Vertel even een belevenis die je altijd zal bijblijven. Ja, ik weet natuurlijk dat hij een echte natuurvriend is. Zijn dassen waren altijd met vogels op. En iedere keer vroeg hij aan mij, welke vogel is dat? Het was echt, hij is geboren eigenlijk in het vogelpark in Zwin. Bij zijn vader was Leon Lippens. Zijn vader heeft het vogelpark open gedaan in Zwin. Dus alles van natuur en vogels, dat kende hij. Het is echt een natuurvriend. Hoeveel foto's zou je van hem hebben? Goh, denk ik wel een paar duizend. En is er eentje waarvan je zegt, dat is de foto, of is dat overdreven? Ja, maar ik haal al de foto's eruit die aan het lachen zijn. Voor mij moet het smalies zijn. Trieste foto's, dat post ik niet. En is er eentje waarvan je zegt, dat is nu werkelijk het van het? Ja, natuurlijk zijn er heel veel. Het zijn allemaal smalies. Met zijn mond open, zo met zijn rode kaken. Ik vond hem super. Je weet het, als ik met mijn toestel voor hem stond, begon hij te lachen. Je hebt dus een schat aan herinneringen dan. Ja, natuurlijk. Bedankt Annemarie. Ja, dankjewel.